een voetballegende. Zo mei je hem toch wel nemen, de intussen 66-jarige Antonin Panenka. Bij voetbalclub SC De Jouwer is er om een oefenwedstrijd te spelen met het Tsjechisch-Slovaaksk All-Star Team. Om aan te tonen dat zijn penalty uit 1966 nog altijd een sporthistorisch hoogtepunt is, checken we dat even bij de jonge Rijn bij de kant van het veld langs. Ja, gewoon een stifke. Heel grappig eigenlijk, want de keeper mist finaal de bal. Panenka, zachtjes naar, ja, scoort! Een regio-selectie uit de omkrieten van Langwaar gaat juist onderstreept om met de Tsjech en zijn teamgenoten. Maar ja, Panenka is vanzelf de jongste net meer. To jsem byl trošku na štíru, ale je pravda to, že se snažím hodně sportovat, protože sport mě přináší pořád velké potěšení, velkou radost, takže se snažím prostě hrát všechny míčové sporty v podstatě. Mm-hmm. In het begin is het nog wat aardtaarste. Maar dan liet Panenka zien dat er zijn techniek nog heel tijd net kwijt is. In het skoft griep een fans in kans om de Tsjech te verrassen. 1977 was ik scheidsrechter bij de wedstrijd Bohemians Praag. Daar speelde toen Panenka in. Die speelde in Buitenpost tegen Hrakema op Einde. Dat was een vriendschappelijke wedstrijd. En ik heb nog even met hem gepraat toen. Na de tijd, ja, dat is hij natuurlijk allemaal wel vergeten. Daar gaat het niet om. En ik dacht, dat is een leuke gelegenheid om hem toch weer even te ontmoeten. In Buitenpost. De wedstrijd is vermakelijk, maar het publiek zit toch benammen op dat laatste moment te wachten. Juist. De strafskoppen. Zou er zijn bekende handelsmerk nog eens zien litten? Maar voor de wedstrijd had er u zo wat trosky met die litten. Protože de facto, když nejde písně penal, tak všichni očekávají, že je kopnu tím způsobem, ale já mám připravenou jinou alternatu. Dobrý noon. Indie keeper, Gim Panenka, wel een orenbekende panel. Waar wit, komen Cruijff en Olsen. Ik nog eens naar de jouwer.